Hallo mensen en welkom terug in Valiant Hearts, The Great War. Ik weet eigenlijk niet meer waar we de afgelopen keer zijn gestopt. Volgens mij was het iets met gas en gasmaskers. Nu ik er zo aan denk. Blijkbaar niet. Of heb ik toen gewoon geen save point gehad? Dat kan natuurlijk ook. Dat hoop ik eigenlijk niet. Daar kunnen we niet heen. We moeten omhoog. Oh, nee. Ach, het is oorlog. Er komen bommen, dan ga je niet je hond aaien. Daar hoeven we niet heen. We gaan hier naar beneden. Oké, net op tijd. Want toen komt het gas. Ja, precies. We zijn nu een stukje terug. Van waar we de laatste keer zijn gestopt. Hopelijk gaat dit nu in één keer goed. Ja, yes. Hier heb ik de vorige keer behoorlijk lang bij gekloot. Als ik het goed heb. Maar goed. Nu gaat het gewoon in één keer goed. Zo, oké. Lieve hond, jij hoeft niet meer daarheen. Want jij kunt nu, omdat jij een gasmasker hebt, een gasmasker voorbij pakken. Dus dat komt even mooi uit. Oké, volgens mij zijn we nu gewoon op het punt waar we de vorige keer zijn gestopt. Kan ik nu door het gas heen lopen? Moet ik nou serieus helemaal terug? Oh! Ik wil zeggen, moet ik nou serieus helemaal terug? Maar ik moet hierheen. Hij is bij het dorpje. Dat zou mooi zijn. Well, Carl was about to finally make it back home. Freddy was joining the Canadian troops. De Canadians. Oké, dus Carl is bijna thuis. Yes. Dan gaat hij weer vinden. Leader from the Royal Air Force was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge. Attack. Oké, de Canadees. 9 april 1917 in Vimy, in Frankrijk. Moet ik? Oh. Yeah. Mannelijke Freddy. Okay, we moeten daarheen. Ga jij meedoen? Oké, hij gaat mee. Hij gaat mee. Ik wil zeggen, als jij gewoon daar blijft staan, ga ik niet voor je vechten. Oh, oké. Toen op wachtetje. Hadden ze niet kunnen ontploffen voordat wij hier kwamen? Oh, dat zijn Duitsers. Dat zijn Duitsers. Was dat goed? Ik weet niet waar ik moet schieten. Waar? Huh? Dat was niet raak. Moet ik überhaupt nog iets raken? Ik moest dus nog iets raken. En dat raakte ik nu. Ga eens weg. Ik wil mijn collectible. Oké, er ligt blijkbaar niks in. Oh, ik wou eigenlijk nog terug. Maar dat hoeft blijkbaar niet.
Er zijn heel veel bommen. Hoe kon hij daar wel langs lopen? Hoi. Het is toch wel heftig hier zo. Oh, naar beneden, snel. Oké. Oh, dit is nu weer een wieltje. Ja. Ik weet dat je hem omhoog wil krijgen. Daar kan ik niet heen. Daarvoor moet ik ze eerst kapot maken. Degene die die bommen wegwerpen. Hier moet een hendel in. Hier heb ik een vervangende hendel. Als je hem op wil pakken, zo. Ik denk in elk geval dat dit als vervangende hendel kan gebruikt worden. Ja. Wat is nu veranderd? Achtung, geen granaten. Nee, dat is vrij logisch. Heb ik hem nu... Ah, nu heb ik hem omgedraaid. Let's go, boys. Let's go, boys. Ja. Dat weet ik. Oké, boys. Hey, you. Wes. Oké. Dit is wel cool. Dat is hier nu raak. Woe, hij was raak. Nice, dat hebben ze leuk gedaan. Dat inderdaad al die piloot gaat zeggen van, hé, je moet hem weer naar links toe. Oh. Dat vond ik niet goed. Oké, maar we gaan door. Dedication is key. Oké. Nee, ik wil ook in de tank. Ik wil in de tank en... Als je mij nou in die tank laat. Maar nee hoor. Meneer moet zo nodig weer zelf in de tank gaan rijden. En laat mij hier voor de bommen. Shit. Oké. Bedankt hè, korporaal of wat dan ook. Ah, kom op. Moet ik dat heel dat ding weer? Oké. Wat irritant. Oké, nu de voor te lopen als ik het goed heb. Er tussenin, zo. Nu wel naar voren. Oké, bedankt. En nu iets rustiger aan. Hier. Bommen. Die ging kapot. Oh, hallo, Dasher. Yeah! Ik doe me denken aan Call of Duty Black Ops. Daar is ook een missie dat je een mijnkarretje moet voortduwen. Om dan ook aan wapens op te trekken. Oh, dat is een Duitser! Zo. Hier dat kanon. Hier heb ik nu niks aan. Ik heb geen dingetje, wat moet ik hier nou weer doen? Oh, ik moest gewoon wachten. Wauw. Oké. Let's go inside. Shall we? Hopelijk gaat hij binnenkort opslaan.
Ah, een kaart, denk ik. Oh, ik heb één ding aan het begin gemist. Dat is jammer. Dat is gewoon jammer. Duitje trekken? Oh. En Freddy helpt natuurlijk weer met het magische touw om de vlag recht op te zetten. Wat zijn die pilaren? Finally managed to take the hill back from the Germans. Yeah. The United States' entry into the war grew more certain by the week. Nice. The last letter from Freddy's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight. Dat moeten ze dan maar doen, hè? Ja, ja, Carl, Carl. Emiel's boerderij. Carl was within a few hundred yards of Emile's farm when the rumbling of the French air patrols began thundering through the April sky. Wat gaat er nou precies gebeuren? Nee! Oké, ik heb niet gezien dat hij heeft opgeslagen, maar volgens mij gaat nu iets ergs gebeuren. En eigenlijk vind ik deze episode wel lang genoeg en dit wil ik nu eigenlijk voor de volgende episode bewaren. Dus ik stop nu hier en nee, oh, laatste leven, mijn vrouw slash vriendin en mijn zoon? Ja, volgens mij mijn zoon of mijn dochter. Laat ze leven. Ik wil echt niet dat ze dood zijn. Maar goed. Hey mensen, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao. Snel naar binnen, naar binnen. Hop, naar binnen. Die hond had zich echt wel gered. Die hond redt zich altijd. En nu jij, zijn eigenlijke baas, is nu dood. Dat had hij ook niet gewild. Geloof me nou maar.